Uit de Rock Rally, de tweejaarlijkse rockwedstrijd voor amateurbands, is zondag uiteindelijk een winnaar geselecteerd. In het totaal waren er zo'n 300 groepen ingeschreven en na eindeloze preselecties en twee halve finales bleef er nog één naam over. De Machines en Elisa Wout, om er maar een paar te noemen, zijn de winnaars van de vorige jaren. En de winnaar die er dit jaar is uitgekomen is de groep Peter Pan, een groep uit Gentbrugge. Argus was erbij, zondagavond in de Brusselse Ancien Belgique. Dat waren ze, de winnaars van de Rock Rally 1986, de groep uit Gentbrugge, Peter Pan. Die groep zit hier bij ons in de studio. Ik heb hier vlak voor me de zanger, de blonde zanger, Alain van de Put, dat is jouw echte naam. Hoe heb jij nu gereageerd? Oh, we waren weg de eerste moment. Allee, het is enorm. Niet kunnen geloven en zo. Had je het verwacht? We waren van veel mensen de grote favoriet van een tweetal weken voor de finale. Maar de laatste twee uur, die had ik zeker niet meer verwacht. Maar uiteindelijk, je hebt gewonnen. Je bent mooi in de prijzen gevallen. 50.000 frank, geloof ik. En een kleine bestelwagen. Ook nog eens ter waarde van 500.000. Wat ga je nu doen? De wereld rondtrekken. Bijvoorbeeld. Wat zijn jullie eerste plannen? Er komt een single uit voor de zomer. Met Light My Fire. Light My Fire. En vanaf september gaan we toe. Gaan we toe. Ja, maar ik vraag me af, heeft de Belgische rock hier nog een beetje kans? Krijgt hij nog kansen? Wel, wij krijgen al sinds een enorme kans nu. Allee, dat is al een
Er zijn een heleboel mensen die nu hun vertrouwen in ons gesteld hebben en we hopen van het toch een beetje waardig te zijn. Ja. Het begint in elk geval mooi, maar nu las ik in de krant dat de groep een kritiek krijgt, namelijk geen echte identiteit te hebben door het maken van meer covers en heel weinig eigen songs. Wat zeg je daarop? Oh, ik vind dat flauwekul. We hebben één cover gespeeld en trouwens, als je weet van wie dat komt, ik denk dat die persoon een job bij de Numo gemankeerd heeft of zo. We laten het in het midden. In elk geval, je hebt zin in het avontuur? Ja, alleszins. Oké. Okay. Succes ermee. Bedankt voor te komen, Peter Pan. En we horen nog van jullie.